Dat betekent dus dat er 5-6 jaar tijd is om ondertussen veel meer dan vandaag fors te investeren in alternatieven in openbaar vervoer, in veilige fietspaden, om te zorgen voor een ander ruimtelijk ordeningsbeleid, waarbij we zorgen dat mensen gaan wonen en werken op plaatsen die ook bereikbaar zijn zonder auto, en waarbij we zorgen voor een regeling voor mensen voor wie de auto onmisbaar is voor werk, dat ze gecompenseerd worden. Als die voorwaarden niet vervuld worden, is een kilometerheffing een ordinaire fiscale taxverhoging waar dat de SPA absoluut nooit voor zal tekenen. Dus een kilometerheffing kan er alleen maar komen als je daarmee mensen kunt overtuigen om te kiezen voor alternatieven voor de wagen die er dan ook effectief zijn.